Vrijdagavond speelde NEC in de Goffer tegen MVV Maastricht en het won met 4-1. Na afloop spraken we met Greg Breinburg, Joris Del en trainer Adrie Bogers. Ja, Greg, de laatste keer dat we hier stonden zei je nog, het was NEC onwaardig, maar dit was fantastisch vanavond. Ja, je ziet de laatste paar wedstrijden gaat het voetbal wel beter. We kregen wel toch weer de goals weer makkelijk tegen. We maken het voor onszelf moeilijk. En we keren weer superveel kansen, maar vergeten de trek over te halen. Maar gelukkig hebben we onze rug recht tweede helft en een mooie score van gemaakt. Nou ja, op een of andere manier had ik wel zoiets van als ik ons zag spelen dat ik denk, ja, dat kan niet langer uitblijven. Maar dan blijft het inderdaad 1-0 en dan besluip je soms wel eens het gevoel dat je denkt van het moet toch niet zo zijn dat ze er gelijk maken. Ja, het was goed. Ja, we had a little bit a doubt after the 1-1, we kept going and we scored 3 times again. So I think it's a good result for the team. We needed these 3 points, this win, so yeah, the feeling is great in the changing room now. Wat zei Adrie Bogers in de rust? Ja, dat we de focus moeten houden, dat we scherp moesten beginnen, maar dat deden we weer niet. En dan kom je weer via Klitsko weer op 1-1. En dan moet je weer helemaal weer volle bak geven. En gelukkig is dit keer weer goed uitgepakt. Ik zeg in de rust, uiteindelijk moeten we gewoon doorspelen en 2-0 maken. Dat moet ons doel zijn. En dan valt het koud op je dak dat ze 1-1 maken. En uiteindelijk heeft dat team dat wel aardig ingevuld. En er zijn een aantal die daar het voortouw in nemen. Maar ja, in principe is iedereen daarin even belangrijk natuurlijk. Ja, want nu ben je eigenlijk weer helemaal terug in de titelrace. Maar ook wat je zegt qua voetbal, er zit veel meer voetbal in dan de eerste weken. Ja, klopt. Je zit al langzamerhand, komt ook meer vertrouwen in. Jongens durven meer de bal te vragen. Het loopt veel beter. We voelen elkaar nooit beter aan. Alleen de doelpunten moeten sneller komen nog. Ja.